Hallo, ik ben Steef Nieuwendaal, ik ben 23 jaar en ik ben afkomstig van Willem II. Steef, afkomstig van Willem II, maar je bent begonnen in Budel, als dat goed is, hè? Ja, klopt. Ik heb mijn eerste stapjes op het voetbalveld in Budel gezet bij SV Budel. Dat is eigenlijk een beetje de vereniging die mij toch het dichtst bij het hart ligt. Ik ben er eigenlijk groot geworden. Mijn vader is daar trainer geweest, mijn broer heeft daar gevoetbald. Ja, en eigenlijk al mijn vrienden voetballen daar nog steeds, dus ik kom er nog regelmatig. Ja. En hoe dan is die overstap naar Willem II tot stand gekomen? Nou, ik heb in de jeugd dan inderdaad bij SV Budel gespeeld. Op den duur hadden we een leuk elftalletje staan, werden we kampioen, speelden we een bekerfinale. Trek toch wat scouts aan van wat clubs uit de regio. Ja, en op den duur werd Willem II werd concreet en die nodigde me uit voor een aantal proeftrainingen. En zoals dat heet, talentenschool. En na 7 trainingen was het eigenlijk duidelijk dat ik daar terecht kon en dat ik daar naartoe mocht. Je hebt het goed gedaan bij Willem II, hè? Ja, ik heb heel de jeugdopleiding doorlopen. Ik heb het eerste elftal gehaald. Ik heb nu inmiddels 50 wedstrijden betaald voetbal op mijn naam staan. Ja, ik heb eigenlijk in alle vertegenwoordigende elftallen, Nederlands elftallen, van onder 15 tot pakweg onder 21 gespeeld. Dus ja, wat dat betreft is het wel aardig gegaan. Ja, dan de logische vraag, waarom doet Willem II dan zo'n speler weg? Nou ja, je moet ook heel eerlijk zijn. Ik was bij Willem II de laatste seizoenen geen vaste waarde. Nooit echt een vaste waarde geweest. Ik zat er iedere keer een beetje bij als 12e man. Ja, voor mij was het gewoon belangrijk om te gaan spelen. Den Bosch lijkt mij daarvoor een uitermate geschikte club om op goed niveau te kunnen spelen en mezelf te kunnen ontwikkelen. Heb je nog naar andere clubs gekeken dan Den Bosch? Want ik zou me kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld wel op Eredivisie niveau wil spelen. Nou ja, er zijn, zoals het zo vaak is, altijd wel wat interesses van clubs. En dan hoor je wel eens wat via je zakennemer van binnen- en buitenlandse clubs, dat het allemaal interesse heeft. Maar ja, uiteindelijk komt er niks concreets. En Den Bosch was eigenlijk vanaf het begin af aan al concreet en ik wist dat ze me al een tijdje volgden. Dus voor mij was de keuze toen ook snel gemaakt. Ik bedoel, als een club je graag wil hebben, krijg je meteen dat goede gevoel. En dat had ik eigenlijk meteen bij Den Bosch. Want je was vrij snel akkoord, hè, met FC Den Bosch. Ja, klopt. Ik had een aanbieding van Willem II ook nog op zak, moet ik eerlijk zeggen. Maar Den Bosch deed er eigenlijk alles aan om mij te halen. En daar sprak toch wel heel veel vertrouwen uit. En juist dat is iets wat ik op dit moment nodig heb. Speelminuten en vertrouwen. En voor mij was de keuze toen snel gemaakt. Ja. Als je jezelf moet omschrijven als voetballer, wat voor kwaliteit heb je dan? Nou, ik denk dat ik meer een fysieke speler ben. Ik moet het hebben van mijn duelkracht, mijn tackles en mijn loopvermogen. En ja, goed, ik ben niet echt een prototype Nederlandse voetballer die het van zijn techniek moet hebben, laat ik het zo zeggen. Je bent een harde werker? Ik ben eigenlijk gewoon een harde werker, ja. En dat is hetgeen wat Den Bosch eigenlijk nodig heeft, hè? Dus mensen die eens keer de mouwen opstappen, hè? Ja, ik denk dat voor iedere ploeg wel van waarde kan zijn. Natuurlijk moet je een goede balans zien te vinden daarin. Maar ik denk wel dat ik inderdaad met mijn manier van spelen wel iets kan bijbrengen bij Den Bosch. En ik hoop ook dat ik mijn waarde kan bewijzen in het elftal. Ja, want dat is het grote verschil denk ik ook tussen Eerste Divisie en Eredivisie. In de Eerste Divisie moet veel meer gebikkeld worden, moet veel meer hard gewerkt worden. Ja, waarschijnlijk wel. Ik heb het nog niet echt goed kunnen ervaren natuurlijk. Maar in de Eerste Divisie is het wel vaak zo dat er meer 1-tegen-1 duels zijn. Ja, ik had bij Willem II natuurlijk ook niet de minste speler voor met Cargo. Dat is toch ook een jongen die het duel niet schuwt. Dus ja, zoals ik al zei, dan is de keuze eigenlijk snel gemaakt. Ja. Maar, ja. Ik zie dat je ook nog een jaartje bent uitgeleend aan MVV. Wat was daar de bedoeling van? Nou, ik zat eigenlijk bij het belofteteam van Willem II. En ik had één keer mijn debuut gemaakt in de wedstrijd tegen Rode JC op Maaskant. Ja goed, ik zat een beetje op het punt van in een belofte blijven spelen zonder uitdaging en gewoon een beetje aan blijven hobbelen een half seizoen. Of gewoon kijken of dat ik verhuurd kon worden en of dat ik daar een speelminuut kon pakken. En de insteek was eigenlijk niet om als basisspeler ergens naartoe te gaan, de insteek was om een uitdaging te vinden voor mezelf. In samenwerking met de club zijn we toen eigenlijk tot een verhuurperiode gekomen bij MVV. Nou, voordat het rond was, was het einde transferseizoen in de winter, dus ja, dan zijn er al niet meer zoveel wedstrijden te spelen. Maar uiteindelijk heb ik toch 7 wedstrijden nog gespeeld daar. En dat is voor mij een hele leerzame ervaring geweest. Zeker omdat ik eigenlijk tot die tijd alleen binnen Willem II had rondgelopen. En nu heb ik toch ook wel de ervaring van een andere club al meegekregen. Ja. Heeft die ervaring ook nog een rol gespeeld bij je keuze naar FC Den Bosch? Ervaring in de Eerste Divisie bedoel ik dan de naam? Nou ja, het heeft niet echt een rol gespeeld. Kijk, als je wekelijks wil gaan spelen, dan weet je dat je waarschijnlijk een stap terug zal moeten doen, dus naar de Eerste Divisie toe.
Nou ja, goed, ik heb bij MVV een prima tijd gehad en het is hartstikke mooi om mee te maken. En eigenlijk is dat datgene wat ik eigenlijk een beetje zoek in Den Bosch. En ik denk dat Den Bosch ook een club is die leeft van de achterban en waar mensen graag naartoe gaan. En waar de sfeer altijd goed is. Dus wat dat betreft denk ik dat ze wel een beetje te vergelijken zijn. En ja, dat het voor mij een hele leuke, ideale club is. Met andere woorden, je hebt een goede keuze gemaakt. Ja, tot nu toe ben ik daar 100% voor overtuigd. Ja, absoluut. Oké, dan was je ontzettend veel succes bij Den Bosch. We zullen daar ongetwijfeld nog eens een keer wat uitgebreider aan het woord te kunnen horen. En wie weet hoe snel dat het allemaal gaat. Hè? Ja, je weet het nooit. Hè? Het is voetbal, alles kan gebeuren. Zo is dat. Hartstikke bedankt. Ja, dankjewel.